Hey, welkom in deze nieuwe video met betrekking tot het thema hoe leer je opnieuw te vertrouwen. Want wanneer je meermaals werd bedrogen, dan komt er altijd een punt waarbij je zelf gaat afvragen van hoe ben ik ooit nog in staat om iemand te kunnen vertrouwen? Nu, als aardeengel is het een thema waar ik reeds eigenlijk mijn hele leven al tegenaan loop. Al was dat in het begin heel onbewust en naarmate de jaren gevorderd zijn, de laatste jaren, dan eerder bewust. Waarom? Ik laat mensen in mijn leven en geef hen het vertrouwen waarvan ik denk dat elke mens dat waard is. Maar jammer genoeg moet ik toegeven dat ik ook al meermaals geëindigd ben met diepe ontgoocheling, boosheid en verdriet. En dan start het proces van healen, van introspectie en merk ik dat ik mezelf eigenlijk afsluit een stukje uit zelfbescherming. Nu, de laatste tijd is vertrouwen een thema die naar boven blijft komen. En ik voel dat hier wat licht mag op schijnen of geschenen worden en daarom deel ik opnieuw mijn ervaringen in deze video. Gisteren was ik aan het schrijven voor mijn boek 96 Vlammen van God. En eigenlijk was ik ook niet van plan om een video of een blog te maken of whatever. Omdat de komende dagen in teken stonden van mijn boek. Dat boek is eigenlijk waarin dat er tools aangereikt worden die je kan gebruiken door het proces van ontwaken en bewustwording. Nu, waarom vertel ik je dat? Omdat één van de hoofdstukken gaat over de integratie van de goddelijke liefde. En in dat hoofdstuk bespreek ik hoe de goddelijke vlammen belichaamd worden in tweelingvlammen. En bespreek ik eigenlijk ook een stuk het thema goddelijke relaties. Want, je weet het of je weet het niet, tweelingvlammen zijn eigenlijk hier nu op aarde om een voorbeeld te zijn van hoe goddelijke relaties kunnen verlopen. Nu moet ik zeggen dat ik de laatste maanden heel wat geleerd heb over zo'n connectie. Doordat ik zelf een tweelingvlam ben en in contact sta met mijn tweelingvlam. En ook daar, in die connectie, komt het vertrouwen of thema vertrouwen eigenlijk natuurlijk aan bod. Wat had je anders verwacht? Niet alleen omdat er een stuk in mezelf was die nog, waar er nog meer bewustzijn mocht op schijnen om te kunnen healen. Maar meer nog omdat de inzichten die ik kreeg mij ook helderheid en kracht brengen. En dus niet alleen mij, maar ook jou. Want wanneer je geconfronteerd wordt met de werkelijkheid, dan doet het pijn te moeten zien, horen, voelen dat iemand je vertrouwen heeft geschonden. En dat kan zowel in romantische relaties zijn, maar dat kan evengoed in vriendschappelijke relaties zijn of zelfs tussen collega's. Want iemand vertrouwen kan op verschillende manieren gebeuren. En afhankelijk van hoe dicht hij die persoon bij je laat komen of liet komen, hoe dieper en anders dat je natuurlijk zal gekwetst zijn wanneer dat gebeurt en vertrouwen geschonden wordt. Nu, zelf ben ik ook een indigo, of als je het label wilt gebruiken, want dat is handig om iets duidelijk te maken. Maar dus als indigo heb ik geleerd dat ik iemand ben die heel veel mensen bij me binnenliet. In die zin, als ik de vergelijking zou maken dat ik een huis ben, dan mag iedereen, of heel velen, in de tuin spelen. Maar slechts enkelen kregen de kans om mijn huis binnen te komen. Mocht je zelf een indigo zijn, dan ga je dat wellicht ook dat gegeven herkennen. En dus dat betekent dat er een handvol mensen in mijn kring zijn die mijn diepe ware zelf kennen. En eerst dacht ik dat het kwam doordat ik heel veel aanvoel van anderen en het eigenlijk als een soort van bescherming was voor mijn eigen energie. Maar dat is niet de enige reden. Hoe meer ik op het pad van spiritualiteit liep en hoe meer ik mijn authenticiteit omarmde en hoe minder ik eigenlijk mijn ware zelf verborgen hield, hoe minder ik eigenlijk rekening hield of belangrijk vond hoe of wat anderen over mij dachten of zeiden. En natuurlijk, hoe kan ik jullie ondersteunen als ik zelf geen voorbeeld ben en mezelf anders zou gaan voordoen dan dat ik werkelijk ben? Maar om daartoe te komen, heb ik heel wat overlevingsmechanismen van mezelf moeten doorgronden, observeren, met mezelf in gesprek gaan over de onderliggende redenen van mijn gedrag. Zo ontdekte ik een periode in mijn leven waarin ik iedereen en alles wat er werd gezegd als waarheid aannam. En eigenlijk was dat de meest herkenbare in mijn tienerjaren, omdat ik toen heel hard op zoek was naar wie ik was, ja.
Welke tiener is er niet op zoek naar zichzelf? Ja, natuurlijk. Maar wat gebeurde er als ik daar nu naar terugkijk? Had ik toen een idee, een beeld over wie ik was. Maar door de berichten die ik kreeg van klasgenoten, mensen uit de muziekvereniging waar ik toen bij aangesloten was, buren, familie, vrienden, die tegenstrijdig waren of niet eigenlijk in lijn waren met wat ik zelf aanvoelde of zelf dacht wie dat ik was, ging ik uiteindelijk aan twijfelen over wie ik nu eigenlijk echt was. En wellicht was dat eigenlijk het begin waar ik mijn intuïtie minder en minder ging volgen en meer de signalen en de ideeën en de beelden van anderen, van vrienden, ging gaan volgen. Dus ik werd eigenlijk meer en meer wat dat anderen zeiden dat ik was. Wat er natuurlijk voor zorgde dat ik keer voor keer natuurlijk ook met mijn neus tegen de deur liep. En je zou nu kunnen zeggen van, ja, waarom geven mensen het verkeerde advies? Wel, laat mij jou dat beantwoorden. Nu maakt het niet uit. Het maakt niet uit wat er toen gebeurd is, want het heeft me wel iets geleerd. En ook al duurde het 20 jaar om erachter te komen, het maakt niet uit. Nu, één patroon die ik ontdekte in de afgelopen jaren, was dat ik eigenlijk op de duur iedereen uit mijn leven aan het bannen was. Want wat was er gebeurd? Ik had een paar keer hulp gevraagd en iedere keer als ik om hulp vroeg, leek het alsof ik op mezelf aangewezen was. Waardoor ik meer en meer mezelf ging afsluiten en mijn muur om me heen optrok. Ik sloot mijn hart, want telkens het opnieuw gekwetst worden, telkens opnieuw ontgoocheld te worden, deed veel te veel pijn om dat altijd nog toe te laten. Dus ik dacht, en uiteindelijk kwam het op een punt dat ik het ook heel veel gezegd had, ik heb niemand nodig. Ik zal het wel weer alleen doen zoals altijd, want dat is hetgeen waar ik gewoon ben. En als je dat beluistert en bekijkt, dan herken je eigenlijk het patroon van hoe dat ik mezelf op dat moment vereenzeldigde met het zijn van het slachtoffer, van het grote slachtoffer, van alles en iedereen. Waardoor dat ik natuurlijk onbewust veel meer situaties in mijn leven aantrok die dat beeld en die gedachten die ik had bevestigden. Dus ik werd constant maar bevestigd in het idee van dat ik slachtoffer was, dat ik er alleen voor stond, dat ik het alleen moest doen, bla bla bla. Zo werd nu eenmaal de wet van resonantie. Tot op een dag dat ik het licht zag. Iets in mij klikte er. En dat was in een gesprek dat ik had met iemand anders, waarin dat ik mezelf hoorde dingen zeggen en mezelf er eigenlijk op betrapte hoe hard ik vast zat in dat slachtoffer zijn. En ik geloof dat het eigenlijk was nadat ik iets gelezen had over de wetten van het universum, en waarop dat er gezegd werd of vertaald werd op welke manier dat je wereld creëert, eigenlijk aan de hand van gedachten en jouw emoties. Nu, wat dat ook zijn mag, dat was de dag waarop dat ik eigenlijk door die donkere nacht van de ziel heen was. Ik had het licht gezien en ik was klaar om door die deur naar het licht te stappen en eigenlijk om te gaan leven als een ontwaakte ziel. En geloof me, dat is niet van de ene dag op de andere dag of over één nacht ijs gegaan dat het opgelost was. Het duurde nog een tijdje voordat dat er ook meer en meer gemoedsrust in mijn leven kwam en hoe meer en meer en ik alles begreep en wist dat eigenlijk alles ging. Want uiteindelijk persoonlijke groei is een constant proces waar dat er geen einde aan komt. Zelfs als jij dit leven verlaat en deze fysieke incarnatie loslaat, dan nog gaat jouw ziel verder gaan evolueren en gaan leren. Maar doorheen mijn ontwaking leerde ik dus wat één van de patronen was die ik mezelf had aangeleerd. En ik wil hier zelfs nu nog in het midden laten of dat er iets is dat ik via mijn ouders heb aangeleerd of via anderen. Het maakt niet uit. Het is iets wat ik voor mezelf had gezegd of wat als waarheid aangenomen. Namelijk het feit dat als reactie op ontgoochelingen en verdriet, wat dan meestal kwam nadat mijn vertrouwen geschonden was op een of andere manier, sloot ik mezelf af en trok ik die muur op mijn hart hoger en hoger. Uiteindelijk zelfs tot op het punt dat ik nog heel weinig mensen toeliet. En de mensen die in mijn leven kwamen, die waren er altijd om van mij te nemen. Geld, energie, soms zelfs materiële spullen, advies, mijn meesgeet, de ervaringen die ik opgedaan had, kennis, wilde informatie weten, naar aanleiding van dingen die gebeurd waren. Toen werd ik nog bij de politie, die gebeurd waren. Dus constant kreeg ik een spiegel waarin dat de buitenwereld mij eigenlijk toonde wat er diep in mezelf gaande was. En lang had ik
Heel lang heb ik het niet begrepen. Dan dacht ik van, waarom zijn mensen zo? En waarom doen ze zo? En waarom ben ik diegene die altijd daar tegenaan loopt? En waaraan heb ik dat verdiend? Tot in de afgelopen jaren. En waar ik eigenlijk altijd maar op een dieper en dieper niveau met mezelf aan de slag gegaan ben, kwam het thema vertrouwen natuurlijk ook altijd weer op een ander punt aan bod. En in de afgelopen maanden kwam het thema vertrouwen opnieuw aan bod nadat mijn tweelingvlam dat had gespiegeld. Dat het eigenlijk opnieuw weer de tijd was om verder nog een stukje daar rond te helen. Wat dat er heeft voor gezorgd dat ik uiteindelijk de reden zag waarom dat mensen niet gewoon eerlijk zijn en zichzelf volledig kunnen tonen zoals dat ze zijn. En om hier een duidelijk antwoord op te geven, moet je heel bewust zijn of moet je weten dat er net zoals in elke relatie ook hier twee bestanddelen zijn. Het is jouw stukje, jouw aandeel en het aandeel van de ander. En om verder te gaan over mijn eigen ervaring, dus gedurende lange tijd merkte ik dat het uiteindelijk mij niet veel uitmaakt wat anderen over me denken of zeggen. Nog altijd niet. Maar wat er mij wel was opgevallen, dat ik die lijn niet kon doortrekken bij diepe zielsconnecties of bij mensen die heel dicht bij me staan. Ondanks het feit dat ik op een punt gekomen was dat ik heel goed weet wie dat ik ben, waar ik voor sta en wat dan mijn waarden zijn. Ten aanzien van die diepe zielsconnecties kon ik me daar zelf niet van losmaken. Daar kon ik die onthechting niet doortrekken, waardoor dat mij liet afvragen wat dat de diepere betekenis ervan was. Wat maakte dat ik niet kon loslaten? En het gaat er voornamelijk over dat idee dat deze mensen mijn vertrouwen zouden kunnen schennen of zouden schennen, dat raakte me heel diep. En ik kon aanvankelijk niet begrijpen wat dat de oorsprong daarvan was. Tot deze morgen, dat ik het licht zag, want uiteindelijk, ik zei het, het was niet de bedoeling om deze video of dat te maken, maar ja, ik zag het licht en dan moet ik dat natuurlijk delen. Het gaat eigenlijk om een onderliggende angst. Het feit dat ik angst voelde om op een dag te moeten vaststellen dat deze diepere connecties mijn vertrouwen geschonden zouden hebben, dat deed me pijn. Ook al is er tot op dit ogenblik geen enkele aanleiding om daarvan uit te gaan, nu ja, als je jouw gedachten laat rondgaan, als gekke zou je altijd wel dingen vinden om iemands oprechtheid in twijfel te trekken. Maar waar ben je dan mee bezig? Dus ik ga altijd uit van het feit dat iedereen oprecht tegen me is tot het tegendeel bewezen is. Maar terug naar die angst. Dus wat gebeurde er? Of tot welk inzicht ben ik gekomen? De grootste reden van deze angst is dat het toont hoe onzeker ik soms nog ben over deze diepe connecties. Zoals bijvoorbeeld de connectie met mijn tweelingvlam. Niet omdat ik het niet vertrouw, niet omdat ik hem niet vertrouw, maar vooral omdat ik mezelf niet genoeg vertrouw. Wat als mijn intuïtie in de steek laat? Wat als ik verkeerde keuzes heb gemaakt? Wat als ik faal en er niet in slaag om deze connectie te handhaven en verder vorm te geven? Dat zijn allemaal vragen die de laatste maanden regelmatig naar boven kwamen tijdens mijn dagboekmomenten. Tijdens momenten waarop ik eigenlijk aan mezelf zelf in introspectie ga en ga schrijven. Maar ik kon het tot op vandaag nooit koppelen aan het thema vertrouwen. En al zeker niet in de mate waarin dat ik mezelf vertrouwde. Dus het gegeven van een zielsconnectie die zo ver teruggaat tot de tijd dat die connectie er eigenlijk is sinds het ontstaan van jezelf als ziel. Het gegeven dat een andere ziel perfect aanvoelt waar dat je doorheen gaat, zonder dat je ook maar één woord gesproken hebt. Het idee dat onvoorwaardelijke liefde echt onvoorwaardelijk is en je geen referentiepunten hebt om te weten hoe dat dan eigenlijk is. Het concept dat je op een pad wandelt, zodat er nog slechts weinigen reeds geweest zijn of weinig mensen dat bewandeld hebben, maar je ziel weet wat dat je brengt. Ja, je zou veel minder angst gaan voelen. Angst niet voor de negatieve zaken, want uiteindelijk zijn die er niet. En als er negatieve zaken zijn dat je zelf ervaart in jouw connectie met jouw tweelingbeling of een andere soulmate-relatie, als er die zijn, dan zijn dat slechts weer spiegelingen van je eigen schaduwen, van eigen verwachtingen die je geprojecteerd hebt in die connectie, van aangeleerde patronen die je nu mag loslaten. En
De nieuwe relaties die we aan het vormen zijn, die zijn er van onvoorwaardelijke liefde en puurheid. En dat zijn we niet gewoon. Dat kennen we niet. Dat zijn connecties waarin dat je alle maskers mag laten vallen. Want de ander, die ziet je toch voor wie dat jij echt bent. Want die ander, die kent misschien niet zozeer wie dat jij nu als persoon bent, maar die kent wel jouw ziel. Dus wanneer dat je ondanks alles je toch nog anders gaat voordoen dan wie dat jij op zielsniveau bent, dan ziet, voelt en hoort de andere dat. En toen ik de tekst aan het schrijven was voor deze video, dan besefte ik ook dat het eigenlijk vooral het verschil is dat je, wat dat je ziet en hoort in de 3D-realiteit en met hetgeen wat je voelt in de hogere realms, ik ga het anders zeggen, dat hetgeen wat je ziet en hoort in de 3D-realiteit ervoor zorgt dat je gaat twijfelen aan je eigen intuïtie. Waarom? Omdat de 3D-wereld jou niet altijd toont wat er gaande is in die hogere werelden, in die 5D-energie. Maar je ziel weet, en hoe meer je afgestemd bent en in tune bent met je ware essentie, hoe minder je bevestiging nodig hebt in je realiteit. Want je weet. Alles wat dat voor jou voorbestemd is, zal zich vroeg of laat tonen in je realiteit. En vertrouwen in jezelf en vertrouwen in het universum zal datgene vorm geven wat dat voor jouw hoogste goed is. Wanneer dat jij merkt dat er een verschil is tussen wat dat je voelt, ziet, hoort in de 5D, dus in de hogere realms, en wat dat er zich afspeelt in de 3D-realiteit, wel mooi mens, vertrouw dan op je intuïtie. Ga niet twijfelen aan jezelf. Vertrouw op je intuïtie en laat wat dat je ziet via je fysieke zintuigen eventjes aan je voorbij gaan. Het feit dat je een verschil maakt, en zeker als het ook gaat over het gedrag en de reacties van iemand anders, weet dan dat die andere op dit punt nog aan het leren is. Die zijn nog aan het leren dat we in een tijd leven waarin dat maskers geen nut meer hebben. We zijn allemaal goed zoals dat we zijn. Want ontwaken gaat uiteindelijk ook daarover. Ontdekken hoe dat je jezelf verwoordt. Voorbij wat dat je hebt aangeleerd te moeten geloven, door maatschappelijke normen en waarden, door familie, door scholen en instituten. Je ziel wil vrij zijn. Je ziel kiest voor vrijheid. Maar door trauma, pijn en ziektes leer je natuurlijk heel veel levenslessen, maar ben je ook de verbinding met je ziel verloren. En om terug te keren naar de titel van de video, wil jij opnieuw leren hoe je kan vertrouwen? Wil jij healen van vertrouwensprobleem, van issues rond vertrouwen? Start dan met jezelf. Vertrouw jezelf. Maak opnieuw verbinding met wie je werkelijk bent, diep in jezelf. En van daaruit zal je leren dat niemand jouw vertrouwen kan schenden, zolang dat je afgestemd bent op je ziel. Want iemand die jouw vertrouwen schendt, kwetst enkel zichzelf door niet oprecht en integer te leven en leven met zijn eigen ziel. En wat er eigenlijk op dat moment gebeurt, is dat de enige waarvan het vertrouwen geschonden wordt, dat ben niet jij, maar is de andere persoon. Want op dat moment schendt hij eigenlijk zijn eigen zelfvertrouwen. Het vertrouwen om te tonen wie dat hij in essentie is. En daar gaat het uiteindelijk om. In hoeverre durf jij jezelf te vertrouwen? Zo. Mocht je hulp nodig hebben, je weet het. Je kan me altijd contacteren via de linkjes hier onderaan. Of zet jouw vraag onderaan een video en dan antwoord ik je wel. Zo, dat was het voor deze video en hopelijk tot in de volgende. Daag!